Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. En vandaag, ja, oh. We hebben vandaag echt weer een bizarre cursusverkoper. Echt niet normaal. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel een keertje voorbij zien komen op TikTok de laatste tijd. Ja, mijn handen begonnen weer te tintelen van de enorme onzin die uitkraamde. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, heb ik een reactie gekregen van Mike Buiten. Zoals jullie weten heb ik daar een video over gemaakt. Waarom denk je dat kanker überhaupt... Oké, deze man gaat ineens hebben over kanker. Komt onder die telefoon. Telefoon. 24/7 in jouw zak zit, bro. En hij is dus niet blij, dus hij heeft nu gereageerd op die video. Laten we kijken. Waarom krijg ik nog steeds 300.000 keer de vraag wat ik vond? Hij heeft deze vraag 300.000 keer gekeken. Wat hij vond. Ik kan me niet voor dat 300.000 mensen zich afvragen iets wat hij vindt. Maar goed, 300.000 mensen vroegen zich af wat hij vond. Wat ik vind van de video. Wat hij vindt, sorry, niet vond, vindt. Video van Koen. Kijk, laat me één ding duidelijk maken en daarna ga ik daar nooit meer antwoord op geven. Oh, hij gaat even goed zitten. En is niet eens 0,00001% wat mij het gevoel heeft gegeven dat ik het kut vond. Hij vond dus een leuke video. Nou, dit stukje kon dat ook voor niets. Aangezien hij dus gewoon een leuke video vond. Aangezien hij niet eens 0,00001% het gevoel dat hij het kut vond. Hij vond het gewoon leuk. Letterlijk. Letterlijk. Wat ik wel eerlijk zou bekennen is dat 10% ongeveer van mijn gevoel dacht, damn, wel triest, hij kent mij niet eens persoonlijk, waarom zou... 10% van zijn gevoel dacht, damn, wat triest, hij kent me niet eens persoonlijk, dus dat vond hij dan eigenlijk wel, maar 10% dacht dat. Dus 90% heeft echt zwaar genoten van de video. Nou, ik vind dat best een mooi resultaat. Zou die me gewoon niet opbellen, een paar vragen stellen, netjes gewoon als een mens met mij in gesprek gaan om bepaalde dingen te tackelen. Wat praat hij nou allemaal? Dus jij gedraagt je ze mogen op internet en dan moet ik jou gaan bellen om problemen te tackelen. Nee, natuurlijk niet, man. Dan hebben toch jij, de lieve kijkers, je hebt toch helemaal niks aan. Wat heb je nou als ik die vent bel? Kan mij het schelen? Kan mij het boeien wat die vent allemaal doet? Ik vind het gewoon leuk om een video erover te maken. Maar ja, als hij mensen wil oplichten, moet ik lekker zelf weten. Trouwens, het is niet echt oplichten. Het is meer gewoon gebruik maken van hele domme mensen dat die geld stoppen in je cursus en zelf nooit geld gaan verdienen, want anders zou je nooit zo'n cursus kopen. Er is geen succesvol ondernemer die zo'n cursus gekocht heeft. 100%. En dan pas die video maken. Snap je, broer? Waarom zou je zomaar iemand naar beneden halen? Er was 0,00001% vond het niet eens. Dus hij vond het echt helemaal niet. Maar hij is wel een zwaar keer dat ik hem niet eens belde, omdat ik hem naar beneden heb gehaald. Maar dan lijkt het er een beetje op, maar ik weet niet helemaal wat zo is hoor. Maar alsof je het zeg maar dan, even kijken, ik moet even goed nadenken. Dan lijkt het zeg maar wel een klein beetje op alsof je het zeg maar, wel gewoon k*** vond. Dat is ook niet erg. Als in, dat mag ook dat je het k*** vindt. Maar zeg dat dan gewoon. Mogen hij eerst zeggen, ik vind het niet k***. Dat deed ik niet op hij ook al. Die zei ook al van, dat doet me niks. En dan daarna met een enorme roast komen. Is dat iets wat je leert op de cursusacademie of zo? Hoe zit dat? Zou je zomaar bepaalde statements maken in die video met fake reviews? Of dit, of dat. Waarom zou je dat soort dingen zeggen? Of dit, of dat. Wanneer je daar niet eens zeker van bent. Ik kan, als ik wil, nu mijn topadvocaat inschakelen en hem naar de rechtbank sturen. Nee! Nee! Niet de topadvocaat van Mike Buiten! Nee! Oh jongen, zien jullie allemaal wat ik voor jullie over heb? Dus ik maak deze video's en ondertussen word ik zwaar bedreigd dat de topadvocaat van Mike Buiten me afgezocht gaat worden. Ik denk dat de kans ook wel aanwezig is dat jullie dit vorige deel helemaal niet zien, want ik hier even wel goed over na moet denken. Want het kan natuurlijk best zijn dat je nadenkt van, ik ga mijn topadvocaat op Koen afsturen. Jullie denken nu van, hij is niet serieus en dit is een grap, het is een meme. Maar ja, ik maak me daar wel gewoon zorgen om. Ja, daar heb ik toch geen zin in. Dat is toch kut. Ja, ik ga je ook eerlijk zeggen, ik vind het ook best wel angst en ja. De topadvocaat van Mike Buiten. Nee, ja, leuk. Hey, shh. Oh, je hoorde je niet helaas. Ik wil nu mijn topadvocaat inschakelen en hem naar de rechtbank sturen. Dat kan ook, ja. Dat kan. Zo, nee. Ik ben een goede guy. Ik heb een goed hart. Nee, ben je zo? Nee. Maar je kan die topadvocaat op me afsturen en dan moet ik de rechtszaal in. Maar het enige ding wat je vergeet is dat je wel, zeg maar, sowieso verliest. Hoe goed je topadvocaat ook is, je gaat het echt 100% verliezen. Maar, doe het. Het is echt zo'n mooie content. Zet ik een GoPro neer in de rechtszaal. En misschien ben je dan ook, maar kunnen we even meeten, gezellig. Kunnen we het even hebben over waar je het niet mee eens bent. En daarna kunnen we dan met allemaal advocaten over hebben. Ja, dat is een lachen, dat vind ik echt leuk. Ja, nee, is enig. Dat is niet iets wat ik iemand gun. Oh. Daarentegen is Koen wel iemand die zoiets zou doen. Hij heeft zichzelf al bewezen. Ik hoef mijzelf niet te bewijzen. Dus wat ik van hem vind, trieste gozer. Al helemaal als je met
statements. Maar hij vond de video, dus ik ga nog even naar het begin, jongens. Hij vond het video echt niet eens 0,001% kut. Hij vond het helemaal niet kut. Het maakte hem echt niks uit. Er is niet eens 0,00001% wat mij het gevoel heeft gegeven dat ik het kut vond. Maar hij vindt me wel trieste gozer. Trieste statement. 10% ongeveer van mijn gevoel dacht, damn, wel triest. Ja. Er klopt hier iets niet, maar ik zit even precies na te denken wat het nou precies is. Daar kom ik niet helemaal... Maar misschien kom ik daar dan later nog op, als ik daar even over na... Ik weet het nou niet precies. Dus ik vind het heel triest dat je zomaar iemand de grond in moet gaan boren. Ja, ik nam het gelukkig wel met de korreltjes uit. Ik vind het niet heel erg of zo, maar... Bro, ik heb net 2 minuten gepraat over hoe kut hij het vond. Ik nam het dan met die korreltjes uit, ik vond het niet heel erg. 2 minuten heeft hij gewoon nonsens gepraat over hoe kut hij het vindt. Maar hij vindt het niet erg. Feitelijk gezien... Kunnen we naar de rechtbank. Maar ja, zo ben ik niet. En... Ja, maar mij feitelijk zie ik je altijd in de rechtbank. Zeg maar, jij kan nu ook je broertje voor de rechtbank slepen en gewoon iets zeggen wat hij niet gedaan heeft. Maar dan moet hij in principe ook in de rechtbank. In principe kan je feitelijk iedereen naar de rechtbank. Dus dit is eigenlijk een van de eerste keren dat je iets zegt wat klopt. Alleen bedoel je het niet zo. Dat is een beetje dik. En daar wil ik ook al helemaal niet mijn tijd aan gaan besteden. Nee. Dus ja, man. Oké, mensen, gaan we nu door met de cursus verkopen van deze keer. Dit is ook wel weer een bijzonder verhaal. Deze gozer komt ineens voorbij op mijn For You page en hij is echt 100. Wat het alweer een soort ander soort cursus verkopen, maar normaal zijn het van die 50-jarige gastjes. En nu heb je ineens een gozer die volgens mij 43 is of zo. Kijk, je bent natuurlijk al triest dat als je 23 bent een cursus verkoopt. Maar stel je bent 40, hij heeft een website, sales vol energie, omzetdoelen overtreffen met maximale energie, sales en performance coaching voor de coach. Dus hij geeft ook weer cursussen aan cursusverkopers. Oké. Okay. Dus ik zit even dan, ik kijk altijd naar de reviews, weet je wel. Ik vind dat interessant, want dat is, als ze niet nep zijn, dan kan je daar wel wat mee zien. Wat je dus ziet zijn 3 reviews van Michel, Tom en Michel. Oh wacht, dat zijn 2 dezelfde. Oh, maar er is ook nog 1 dus van Tom. Dus je hebt Tom, Michel, Tom, Michel. Maar dan denk je van, ze zullen toch wel meer reviews hebben. Als in, dit zijn allemaal 5 sterren, dus dan zullen ze toch wel meer reviews hebben. Kijk linksonder, gebaseerd op 3 beoordelingen. Deze man zegt dus hier dat hij 10.000 energieke salesgesprekken heeft gehad. 1000 succesvolle deals. Sorry dat ik zei. 1000 succesvolle deals en 20 miljoen waarde van de gesloten deals. En hij heeft 3 reviews. Ja, juist ja. Er is dus 1 ding wat mij heel erg opvalt aan hem. En dit is wel een statement die ik ga maken waar ik echt, die ik niet hard kan maken. Maar gewoon wat ik vind. Ik heb hier onder andere een podcast met deze gozer. Die kennen we nog wel van die vorige keer. Die Bas Bogaert. Organic Millionaires. Ja, het is echt, het is bij elkaar. Het is gewoon 1 eng kliekje. Maar dit is de eerste shot van zijn podcast. Moet je kijken. Het kan toch niet dat deze gozer enkel water heeft gedronken. Nou, misschien wel water, maar in ieder geval om iets weg te spoelen. Laten we het ophouden. Het was geen paracetamolletje. Dat kan toch haast niet anders. Die moet toch gewoon constant helemaal doorgesnoven zijn. Welkom bij een nieuwe podcast. Kijk hem kijken. Kijk hoe die begint. Welkom bij een nieuwe podcast. In deze podcast interview ik Bram van Roosmalen. Ja, Bram. Ja, dat is wel ziek. Bram, welkom. Thanks, man. Dat was een intro, hè? Dat was zeker een intro. Ja. Hey, kom niet dan. Die zit. Ja. Ja, ik weet het nog wel, ja. Ik weet de eerste keer dat ik jouw video zag, dat was echt geweldig. Hij praat met Rico Verhoeven. Maar over Rico Verhoeven ga ik geen grap maken, want die maakt mij dood. Ik had allerlei passies en allerlei ideeën. Zeg, wat ga je erbij? En ik ga iets met finance doen. En food, eigen restaurant. Weet je, als ik een restaurant heb, hier bij jou in Meppel op plein. Helemaal vol, ja. Ja. Tuurlijk, je, omdat jij het bent. Ja. Ja, maar daar zit de kracht. En daar zit mijn energie. Dus mijn... Alles vanuit energie. Mm-hmm. Ja. Ik maak impact met mijn aanwezigheid en energie. Ja. Ja, nee, 100%. Omdat het gewoon is. Dat is wel mijn drijfveer. Ja. Omdat dat gewoon is. Altijd vanaf begin af aan al geweest. Toen ik 15, 16 was, toen ik begon met verkopen. Omdat ik van school afging. Ja. Toen begon ik met verkoop van magnetrons en stofzuigers bij de ITS. Nou, dat kennen de meesten waarschijnlijk kennen het niet. Maar toen was het al aan. Weet aan. Boom. Vanuit. Boom. De gunfactor, de energie. Wat is dit voor gesprek? Moet je kijken wat die Bas ook doet. Toen was het al aan. Weet aan. Aan. Boom. Vanuit. Boom. De gunfactor, de energie. Ja. Hey, hallo, welkom. En ik denk dat we daar zo meteen echt even dieper op in moeten gaan. Want dat gaat hartstikke tof. Maar laten we eerst even helemaal teruggaan naar het begin. Hij weet dat hij iets enthousiast wordt. En dan gaan we het zo over hebben. Heeft hij nou happy socks aan? Jezus, man. Doe even normaal, man. Je oranje sokken, man. Mafkees. Ik ben wel geïnteresseerd in, want dat is misschien een heel mooi stuk om mee te nemen. Mm-hmm. En dat wil ik niet om dat over mezelf te zeggen, maar ik was wel vanaf een gegeven moment dat ik op de middelbare school kwam, en dat klinkt misschien heel raar, ik was ook het drukste jongetje zo van de klas, en dat ik in de zin van, ook wel, ja, soms half gepest en die dingen. Maar waarom zijn zij zo kut? Nee, waarom
Ik weet helemaal niet wat ik wil zeggen, omdat ik het zo kut vond. Ik had echt een goede opmerking, maar ik weet het gewoon niet meer, omdat ik gewoon zo zit te cringe hier. Stel je zit met zo'n gozer in de klas. Zou je dat dan doorhebben al, van dit wordt echt zo'n flappie? Als in, toen ik op de middelbare school zat, toen bestond dit nog niet. Dit soort onzin. Maar zo'n Boyd Hoek is wel een beetje mijn leeftijd, dus daar zou ik mee in de klas kunnen hebben gezeten. Ik weet echt zeker dat ik dan had gedacht van, dit is echt een flappie, joh. Dit is echt een rare gozer. Ik wist, joh. Ik ga gewoon door het dak. In de zin van, ik weet mijn natuurlijke skills, mijn eigen kunnen. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar ik heb iets wat jij in het begin van de podcast ook... Maar waarom praat hij nou ineens heel lang over zichzelf? Dat is toch vreemd? Je geeft een interview, hè, vriend? Ik word maandag 40, hè? Ja. Zo. Ik ben begonnen met ondernemen, hè? Maar heel oud, trouwens. Nee. Ja, ja. Ik weet niet, Roy Lissie het interview gaf. Waarom mocht hij geen korte broek aan? Ja. Geen korte broek aan, man. Hij mocht geen korte broek aan. Dus ik kom daar aan in een driekwart broek. Zo, zo. Ik zal mijn sokken naar beneden, zo. Ja, die lelijke sokken naar beneden inderdaad. Met haar op mijn benen kom ik daar die klas binnen. Meneer Busters, ik zal het nooit meer vergeten. Hij zei, Bram, jij gaat eruit. Ik zeg, ja, hoezo, f*** is op. Ik zeg, jij gaat eruit. Ik zeg, lopen hier meiden rond. Met zulke korte rokjes, prima. Ik zeg maar, als ik als jongen een driekwart broek aan heb, driekwart broeken waren toen helemaal hip. En dat mag niet. Hij zei, je gaat eruit. En die werd helemaal gek. Ik zeg, weet je wat? Dit is zo'n bullshit verhaal. Dit is echt zo'n enorm bullshit verhaal. Maar vertel meer. Als ik mijn benen scheer, mag ik dan terugkomen? Dan mag het wel. Ja, dat is goed. Dan zit ik naar de supermarkt om de hoek daar weglopen. Scheermesjes gehaald. Gewoon droog. Benen geschoren. Helemaal open. Helemaal. Dit was de kaal. Ik liep weer terug de school in. Ja, weet je. En dan weet je natuurlijk, dat gaat natuurlijk giga fout. Ja. Dat gaat gewoon giga fout. Maar dat is gewoon hoe ik was geweest. Uiteindelijk heb ik daar veel geleerd en veel dingen. Hoe ik was geweest. Hij geeft je eigenlijk zelf ook toe dat dit gewoon bullshit is, dit verhaal. Dit is een bullshit verhaal. Insane verhaal. Top energie. Het was echt geweldig. En ik spreek je het volgende keer. Prima. En dit viel nog mee. Dit viel nog mee vergeleken met... De TikToks die we nu gaan bekijken. Zeg, nu sta ik in mijn hoodie. Weet je, in sommige sales calls kan dat ook. Afhankelijk natuurlijk van de producten of de diensten die je aan... Tegen wie praat hij? Hij praat tegen niemand hoor. Ik had niet eerder voor mezelf kunnen beginnen, omdat ik gewoon niet compleet was. Tegen wie zou hij nu praten? Even denken. Ik ga even denken tegen wie jij nu aan het praten is. Oh ja, ik weet het al. Ja, ik weet volgens mij al tegen wie jij praat. Nou, tegen helemaal niemand. Beginnen in sales, je hebt echt niet... Veel geld nodig. Je zou maar een salesgesprek hebben met iemand die alleen maar zo praat. Je hebt niet veel geld nodig om te kunnen starten. Maar echt, ik zou me zo met mijn hand naar achter zo mijn darmen eruit trekken. En die over mijn hoofd heen trekken, zodat ik niks meer hoor. Zodat ik langzaam verander in één grote aanbij. Dat zou ik doen. Je kan het vanuit huis doen. Koop een goede laptop. En zorg dat je een goede camera hebt. Ja. Ik kan beginnen. Letterlijk. Meer heb je niet nodig. Wat lult deze vet? Je moet er iets verkopen. 6.500 was tof. 8. Was het nog beter. Maar... Die eerste 12, praat ik over, een week of twee geleden, die vergeet ik nooit meer. Letterlijk nooit meer. Ik zat in die call, ik keek hem aan, en uiteindelijk, wanneer ga je starten? En hij zegt, volgende week. En ik werd helemaal gek. Ik ging op, hij had een betaling gedaan, en ik scroll letterlijk door mijn kamer heen, en ik schreeuwde zo hard, dat echt behang van de muur afvloog. Ik had een deal, 12.000 euro. Maar wat lult hij? Hoe kan je nou 20 miljoen hebben gedraaid en dan met 12.000 voor het eerst dat je 12.000 haalt en daar zo blij mee zijn? Waar slaat dat op? Maar dit slaat echt helemaal f***ing nergens op. En wat verkocht hij dan? Wat heb je dan verkocht voor 12.000 euro? Als jij voor je baas voor 12.000 euro aan kip schalfilet verkocht hebt, schalkipfilet, dan hou je er zelf toch helemaal niks aan over? Waarom doe je dat zo f***ing stoer? 40 jaar, hè? Wat een mafkees. Ik leer andere mensen hoe ze net als mij... Als ik... Kiekes. Skills kunnen ontwikkelen, dat ze van sales echt een compleet nieuw leven kunnen creëren. Een paar dingen. Hij vindt het zogenaamd leuk om mensen te leren. Nee, je vraagt gewoon hartstikke veel geld. Wat kost dat geintje eigenlijk? 500 euro voor 3 uur. Maar dat is, die had ook nog 3 dagen les. 3000 euro. Ik heb wel een vlucht erbij. Dat is wel lekker. Vanaf Eindhoven Airport ook. Wacht, een gezeik. En wat deze vent ook zegt. Sales echt een compleet nieuw leven kunnen creëren. Van sales nieuw leven creëren, dat... Kijk, wat hij dus vindt is dat je sales dus zelf moet gaan doen. Dus niet voor een bedrijf, dat is zijn ding. Maar als je zelf sales moet doen, dan moet je zelf een bedrijf hebben. Dus daar gaat het eerst om. En daarna moet je pas sales doen. Je moet eerst zelf een bedrijf hebben. Deze gast doet zorgen als je soort van iemand kan overhalen van je moet mijn product kopen. Dat je dan gehaald hebt, maar je hebt nog steeds geen product. Je belt iemand op en zegt van, joh, wil je mijn product kopen? Want dit. Zeg je van, ja is goed, waar kan ik het kopen? Zeg, ja, ik heb geen product, doei. Ik ben gelukkig. Ik kan nu sales. Ik heb van de week voor mijn opdrachtgever 4 calls, 3 close, 2 full payment. Full payment en dan praat ik over een bedrag van 5800 euro. Hè? Dus ja. Ik ben high ticket closer voor een opdrachtgever. 5800 euro. Betaald en wel. Inclusief bevestigd. Betaald en wel.
inclusief bevestiging. Het kan ook zijn dat je zegt van ik bevestig het niet, maar wel betaald. Gewoon voor de zekerheid. Dit is ook, dit verhaal is zeker cap trouwens. Dit is echt 100% cap, wat een bullshit verhaal. Onzin, dikke vette bullshit. Ik haat mijn leven dat ik naar dit soort dingen moet kijken. Maar ik doe het voor jullie. Maar ik haat mijn leven echt. En ik ga mezelf straks waarschijnlijk van mijn gebouw afgooien. Je skills zijn echt insane, wat ik al een paar keer benoemd heb. Huh. Je bent ermee begonnen. De eerste mensen gingen je helpen. Hoe was dat? Ja, dat was thuiskomen. Ja, maar ik was in slaap gesukkeld. Door een vlek op je camera. Ja. Hier. Door het maar 's ochtends ergens naartoe gaan. En 's avonds weer ergens thuiskomen. Ja. En dan ging ik in een huis en ik lag moe op de bank. Weet je wel, je ging maar mee in de flow en het eten. En de dingen die allemaal maar gewoon gedaan moesten worden. Vrouw, ja. Kinderen, twee ja. kids natuurlijk ook. Ik ging daar maar gewoon in mee. Dus ja. dat werkte niet. Ik kreeg daar op een gegeven moment ook geen energie meer van. Totdat ik het moment dus kreeg inderdaad van luister. Weet je, nu ga ik mensen helpen. Mensen helpen, hou je bek. Hou gewoon je bek, jongen. Mensen helpen. Wat een onzin. Maar ik kan dus nog niet begrijpen waarom je een cursus... Kijk, luister. Er zijn verschillende soorten cursusverkopers. Je hebt zeg maar de echte Downies, Nick op Hei. Die staat echt onderaan de voedselketen. Die kan niet tot 10 tellen, maar verkoopt wel cursussen. En die heeft dan crypto tips, maar die nakt hij gewoon iemand anders. En dan zegt hij dat het zijn tips zijn, zodat het lijkt alsof hij iets kan. Maar nee. Dan heb je een soort van gast die cursus verkoopt, wat gewoon triest is. Omdat ze zelf een soort van wel een beetje snappen hoe het werkt. En ze maken gewoon heel erg gebruik van domme mensen. Zoals Boyd Hoek, Mike Buiten, die Ole, zeg maar. Dat is gewoon een beetje smerig. Want zij weten ook wel dat hun mensen die bij hun een cursus kopen nooit geld gaan verdienen. Maar ja, ze betalen hun wel 1000 euro, dus dat pakken ze gewoon lekker. En dan heb je dus nog deze gozer die 40 jaar oud is. Ik denk, zeg het nog een keertje. 40 jaar, het zou je overgroot opa kunnen zijn. Volgens mij schrijft hij nog een heel geliefde. Ik wil niet veel zeggen, maar ik zag laatst een foto van hem met Toedelgamel. Maar wie koopt je nou een cursus van een 40-jarige gozer? En ja, als het dan een van de superbekende, gerenommeerde topondernemer is, die zegt, ja, weet je, ik ga maar gewoon tips geven, want dat vind ik leuk. Ik heb wat geld verdienen, hoef ik zelf niet meer de hele dag bezig te zijn en druk te zijn. Oké, maar dit is gewoon een van de Brabantse sales fan. Bij een of andere bloembollenpraktijk gewerkt heeft. En die nu ineens gedacht heeft van ik zie al die gasten online, zie ik cursussen verkopen. Laat ik dat ook gaan doen. Ik heb zieke skills. Ik heb miljoenen verdiend voor een baas. Ja, precies. En dat is niet erg uiteindelijk, want dat heeft mij gebracht waar ik nu sta. Heeft mijn skills geleerd waar ik nu sta. Ja. Ik ben altijd de nummer 1 in het team. Maar waar heeft hij gewerkt dan? Waar heeft hij gewerkt? En hoe heet die vent nou? Bram van Roosmalen. Even als ik hem google of ik al wat vind. Hij is de eigenaar van Sales for Energy. Top closer. Is hij de founder van de Closer Academy. Oké. Okay. Sales strateeg. Heeft hij ook. Is hij ook eigenaar van. Is hij eigenaar van vacaturevuller. En mede-eigenaar van Kennispartner, de Ondernemers Academy. Hij was dus ook omroeper bij BMX wedstrijden. Oké. Okay. Ja, daar zou hij het niet mee verdiend hebben denk ik. Voorzitter van de fietskostvereniging. Hij was account manager bij de Jumbo en account manager bij de Nestlé. Hij is account manager geweest bij Hanos International Horeca Groothandel. Ah, hij verkocht echt kipfilet. Docent marketing voor 1 jaar en 5 maanden. Bestuurslid bij het KWF. En daarna is hij 2 keer account manager geweest. Deze vent heeft echt helemaal niks gedaan in zijn leven. Hij is hier zelfs van vet tot juni 2022 heeft hij letterlijk niks gedaan. Ongelooflijk, het gore lef om dan nu cursus te gaan verkopen. Het is echt niet te filmen. Ik durf in mijn eentje bij Kaya te zeggen dat ik meer ervaring heb in sales dan heel veel mensen die pretenderen daar goed in te zijn. Ja. Ik heb voor meer dan 20 miljoen aan deals verkocht, alleen maar voor bazen. Ik heb gewerkt bij Rabobank, ik heb gewerkt bij Hanos, ik heb gewerkt bij Nestlé, ik heb gewerkt bij de Jumbo. Ja. En dan niet in de supermarkt, maar gewoon op het hoofdkantoor voor het zakelijke deel. Oh, op het hoofdkantoor voor het zakelijke deel bij de Jumbo. Hé, hey, ik ben erover uit wat deze gast wil. Hij wil gewoon waardering. Luister, Bram, op het moment dat ik gewoon tegen jou zeg, jongen, hartstikke goed bezig. Ik ben trots op je en je bent hartstikke goed in sales. Kan je dan stoppen met deze onzin? Dan geef ik jou je waardering dat je er goed mee bezig bent. Dat is natuurlijk gewoon bullshit, want je doet helemaal niks. Maar als ik het nou alleen zeg, want die waardering is overduidelijk wat je mist. Daarom ben je ook voor jezelf begonnen. Omdat blijkbaar zei op je werk niemand ooit dat je het goed deed. Misschien was dat wel als reden omdat je het niet goed deed. Maar misschien ook omdat je gewoon je niet gezien voelde. Dus ben je maar voor jezelf begonnen. Dus omdat je gewoon je wil gewoon waardering. Je wil gewoon de mensen zeggen, oh dankjewel, vet gaaf. Mijn eerste bedrijf, mijn initiële bedrijf is Sales and Performance Coaching. Waarom? Omdat ik dus 100% van overtuigd ben dat als het hier niet goed zit en jij niet goed voor jezelf zorgt, jij niet maximaal kan presteren. Het zal wel. Also, bij de Rabobank altijd top 3. Bij de Hanos, samen met mijn maat Rick Debe, altijd top 2. By far. Ik kom uit een positie waar ik in een regio zat, waar ze 4 ton aan omzet deden en ik ging 2,5 jaar later weg, zaten ze bijna 3 miljoen euro in omzet. Mm-hmm. Niemand kon het daar fixen, maar deze jongen kon het daar wel fixen. Gewoon deze jongen kon het fixen, hard werken, doorzettingsvermogen. Ja. En waarschijnlijk dus ergens die skills hebben die niemand anders heeft. Nee. Wat een down. Dames en heren, mijn ogen bloeden. Hopelijk die van jullie niet, maar jullie hebben gekeken naar mijn hoofd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!